Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 6. Maar wij zingen eerst Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken, en mijn treen van spoor der godsvrucht afgegleen. Het is het eerste vers van Psalm 73. Lezen wij Matteüs 11, de versen 1 tot en met 6.
En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen worden het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Zoeken wij samen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is het een eeuwig wonder dat de armen het evangelie wordt verkondigd. Maria heeft zich erover verwonderd. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hun waan gans ledig weggezonden. En hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. En Heren, u weet u of er vanavond een volk in ons midden is, dat nog te arm is om te zuchten, dat nog te arm is om 1 kruimel geloof voor te brengen, dat nog te arm is om 1 kruimel liefde voor te brengen uit het hart, die met een heeman doodbrakende over de aarde gaan en die het in moeten leven, bij dagen en bij nachten, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En die wellicht vanavond aan deze plaats gekomen zijn, met de verzuchting in het hart, is er nog, o groot ontfermer, is er nog voor een nare kermer, voor een smekeling gehoor. O Heere, wat zou het groot zijn als u vanavond zou willen waarmaken, noodruftigen zal hij verschonen aan armen uitgena, zijn hulpe ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. O Heere, als er vanavond van die armen van geest in uw huis gekomen zijn, die het niet weten, die het niet te hebben, en die alleen maar armer en ellendiger worden, zou u dan vanavond de genadevolheid van Christus eens willen ontsluiten? Want het is dus toch uw welbehagen geweest, o God, dat in hem al de volheid wonen zou. Zou u dan zelf de gaven uit de volheid van de middelaar willen nemen en willen uitgieten in het midden van ons, opdat er nog armen met goederen mogen worden vervuld, opdat er nog eens treurigen mogen worden vertroost, dodigen mogen worden verlevendigd, en uw Sion mag worden geoefend in het allerheiligst geloof? O, wat moeten uw kinderen het bij de voordeur ervaren, dat het een wonder is als u met een mens beginnen wilt, maar dat het ook een groot wonder is als u het met een mens volhouden wilt, ja, als u het eens voleindigen zult. O, dan zal er een kerk zijn, Heer, voor wie de eeuwigheid niet te lang zal wezen en die zich eeuwig zullen verliezen in het wonder. Het is door u alleen om het eeuwige welbehagen. En daar ligt de ruimte, Heren, ook in dit avonduur. Daar ligt de enige grond van onze verwachting, waar er niemand is van nature die naar u vraagt, en waar er niemand is van nature die naar u zoekt. Maar u hebt van eeuwigheid gedachten des vredes gehad, en het is in uw goddelijke raad en voornemen
dat er een volk zal zalig worden omdat u het wil. En Heere, dan bidden wij van u, zou u dat wel behagen, ook vanavond in ons midden, door de hand van Christus, ja, middels de prediking van uw woord gelukkiglijk doen voortgaan, opdat er nog mogen vallen onder u, dat er een dag van uw heerkracht zou mogen aanbreken voor kinderen en jonge mensen, voor ouderen, nadat u weet wat we nodig hebben. Heere, wilt u nog wonderen doen aan doden? Zou u de levenwekkende stem van de Zonen Gods willen doen doorklinken in de prediking van uw woord? En dat het met uw geest gepaard ertoe zou mogen leiden, dat geestelijk doden in het leven zouden mogen worden gezet, die naar u zullen gaan vragen en naar u zullen gaan zoeken. Heere, het is nog de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. De zon heeft ook aan deze dag aan de hemel gestaan, als een woordeloze getuige dat u door zult gaan, en dat het getal nog niet vol is. O Heere, ontfermt u onzer, ontfermt u zich over ons allen, zoals we hier in uw huis zijn, of zoals we meeluisteren in de woning. We hebben allen hetzelfde nodig op onze reis door de tijd, naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Maar zoudt ge ook uw kinderen bij de voordeur willen leiden? Mag er vanavond voedsel zijn in uw huis? En zou u het waar willen maken, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen, op de ruimste wijs. O, dat Christus zou mogen schitteren in zijn middelaars heerlijkheid, en dat er vanavond een volk zich zou mogen verliezen in het aanschouwen van de koning die blank en rood is, en die de banier draagt boven 10.000, maar om dan ook in die kennis van hem te mogen toenemen, en door de kennis van hem verenigd te mogen worden met u, o God, en in die verzoende betrekking iets te mogen proeven van die wonderlijke vrede, vrede met God door Jezus Christus. Heere, mogen we de gemeente u bevelen, ook in de tijdelijke noden en zorgen die ook hier gevonden worden. We bidden u voor de zieken, Heere. Er zijn ook ernstig zieken in het midden van de gemeente. Zou u zelf willen geven wat nodig is, waar genezing mogelijk is, zou u het willen schenken. Waar genezing, naar de mens gesproken, niet meer mogelijk is, zou u daar ook uitkomst willen geven naar de ziel. O, zou u dan zelf die onderwijzingen willen schenken, die nodig zijn om u recht te leren kennen in uw deugden, onszelf in onze verlorenheid en vloekwaardigheid, maar ook Christus in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid en in zijn gepastheid. Mogen we allen die het moeilijk hebben u bevelen, zou u willen zorgen in nood en in smart, in rouw en in verdriet. We bevelen u de broeders van de kerkenraad, Heere. Zou u ze samen willen binden in die hartelijke liefde aan u en aan uw dienst, aan uw woord en aan elkaar. Om nu in afhankelijkheid van u, o grote ambtsdrager, hun ambtelijke dienst te mogen vervullen. En dat u ook onder dit volk nog een rijke zegen, ook door middel van hun ambtelijke dienst, zou willen schenken. En Heere, zouden we van u mogen bidden, of u de ledige kansel aan deze plaats zou willen vervullen met de man uws raads. Heere, wat zou het groot zijn, als ook deze kudde zonder herder, een eigen herder en leraar bij vernieuwing uit uw hand zou mogen ontvangen, die de kudde op het hart gebonden mag krijgen, en die zich van 's hemels wegen gezonden mag weten, om onder dit volk in en uit te gaan. En als er dan een roep uitging tot een van onze broeders in de ambtelijke bediening, dan weet u hoe de roepstem is uitgegaan, en u weet ook hoe de roepstem ontvangen is. Mogen we het in uw hand leggen, Heer. U weet wat goed is, u weet wat nodig is. Zou u de gemeente op uw tijd willen verblijden? En geef toch dat ook onze broeder de weg bij u vandaan zou mogen weten. Dan is het goed,
hoe die ook wezen zal. Mogen we onze ambtsbroeders uit de gemeenten van Noord en Zuid u bevelen, die ook te midden van dit volk mogen dienen en die beiden een grote gemeente aan hun zorgen zien toevertrouwd. O Heere, zou u hen bij de voorduur willen sterken. Het is een stervensgang, ook in het leven van uw knechten, waarin doorgaans veel strijd gestreden wordt en veel gebeds gebeden wordt in de eenzaamheid, waar er soms zoveel op af kan komen. En Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Maar ze zullen het beiden moeten zeggen, hulpen van God verkregen hebbende, staan wij tot op deze dag. En dat hun ogen maar zouden mogen zijn op die grote herde der schapen. En dat ze zichzelf en hun gemeente zouden mogen verliezen aan hem. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. En als hij het doet, dan hoeven uw knechten slechts achteraan te komen. En dan is het goed, door bezaaide en door onbezaaide wegen. Gedenk ook onze oude emeritusbroeder die meeluistert in zijn woning met zijn vrouw. Mogen we ook hen u de Heere van harte bevelen. U weet wat ze nodig hebben, ook aan de avond van het leven. Zou u ze willen bezoeken met uw lieve gunst die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Zo slaan wij het oog op u de Heere alleen. Zou u al onze nooddruft in luisteren en in spreken willen vervullen. Uit de volheid van hem, die een nooit te ledigen volheid heeft aangebracht en die zijn gaven wil uitdelen, zelfs onder de wederhorigen. Help ons dan, Heer, laat ons niet beschaamd staan en laat onze tong en mond en harten diepste grond u toch wel behagelijk mogen wezen. Wij bidden het u om den Heere Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 77 en daarvan het tweede, het vijfde en het zesde vers. Psalm 77, de versen 2, 5 en 6. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven.
gemeente in opzien om de hulp en de leiding van Gods geest willen wij vanavond het woord des Heren in uw midden bedienen vanuit Matteüs 11 en daarvan de versen 2 tot en met 6. En wij lezen samen nogmaals de versen 2 en 3, waar Gods woord aldus luidt. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeide tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Tot zover. Deze tekstwoorden, gemeente, en het verband waarin ze staan, bepalen ons bij Johannes' zielenstrijd. En we staan stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de omstandigheden bij die strijd, zoals ze genoemd worden in het eerste gedeelte van vers 2, waar gesproken wordt over Johannes die in de gevangenis verkeert. In de tweede plaats letten we op de vraag vanuit die strijd. U ziet het in het vervolg. Johannes, hij hoort in zijn gevangenis hoe dat Jezus zijn opgang maakt onder het volk. En wat hij daarvan hoort, dat roept grote vragen bij hem op. Dat brengt hem in verwarring. Hij begrijpt het niet, hij ziet het niet. En uiteindelijk dan stuurt hij twee discipelen uit met een vraag die kort is, maar die tegelijkertijd heel de nood van zijn ziel samenvat. Bent u het of bent u het niet? Is dat wat ik gepredikt heb waar geweest? Of heb ik me vergist? En staat hij nog te komen? U voelt wel aan, gemeente. Als Johannes daar in de gevangenis zich bevindt onder zulke omstandigheden, dan is hij niet alleen gevangen naar het lichaam, maar dan is hij ook gevangen naar de ziel. Benauwd, vertwijfeld. Dan in de derde plaats het onderwijs in die strijd. Opmerkelijk genoeg dat Christus niet naar Johannes toekomt. Dat is toch het minste wat we zouden verwachten, dat Christus tot zijn jongeren zegt: kom, laten we eens een bezoekje gaan brengen bij Johannes. Die man heeft het ook niet eenvoudig, die wordt bestreden. Laten we eens kijken en laten we eens meeleven en laten we er eens voor hem zijn. Nee, Christus wijst hem terug met een boodschap. Een boodschap die bij de rechtgeaarde Jood herinneringen heeft opgeroepen aan de profetieën van Jesaja. Wat doet Christus? Hij gaat Johannes aan het woord binden. Hij gaat over die weg van Johannes, over de twijfel van Johannes, het licht van zijn woord laten vallen. Hij gaat zijn gang en zijn treden vastmaken in dat woord. En dan gaat hij ook de wortel ontdekken, waaruit al die vertwijfeling en dat ongeloof is voortgekomen. Ergernis. U zegt bij een kind van God, jawel, ergernis, omdat Christus het zo anders doet dan Johannes gemeend heeft. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Daar hebt u in enkele hoofdlijnen de stof van onze overdenking, Johannes' zielenstrijd. We staan ten eerste stil bij de omstandigheden bij die strijd. Vervolgens letten we op de vraag vanuit die strijd en tenslotte luisteren we naar het onderwijs in die strijd. En dan leiden de Heren ons in spreken en luisteren door zijn Heilige Geest in de waarheid. Geliefden, 6 hoofdstukken lang is het stilgebleven rondom de persoon van Johannes de Doper. In Matteüs 3 heeft hij als het ware in het volle licht gestaan. Met grote kracht treedt hij daar naar voren als de stem des roependen in de woestijn. Als de prediker van recht en van gerechtigheid. Maar dan, in hoofdstuk 4, dan verdwijnt hij als het ware bijna geruisloos naar de achtergrond. Als we lezen, als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was. Meer niet.
Het staat er zomaar als een terloopse mededeling. Als een feit. Johannes is overgeleverd. En hij zou geruisloos in de geschiedenis verdwenen zijn. Ware het niet dat hij in ons teksthoofdstuk ineens weer voor het voetlicht wordt gebracht. En hoe? Ach, gemeente, zo heel anders als dat we hem zien in Matthäus 3. Daar zien we hem in de kracht van zijn bediening. Daar zien we hem onverschrokken staan, onbevreesd. En dan staat hij daar als een man in de betoning des geestes en der kracht. En zijn woorden, die klinken als de donder. En zijn bediening is vol kracht en vol majesteit. Onverschrokken, onbevreesd. Maar daar is in ons teksthoofdstuk niets meer van te bespeuren. Daar ontmoeten we een man die het niet meer weet, die het niet meer ziet en die met alles wat er gaande is geen weg meer weet. Ja, die gevangen zit in bange vertwijfeling. Wat is er gebeurd? Wat is de oorzaak van deze omstandigheid? Waarom is Johannes daar en waarom is hij er zo? Zo geplaagd door de twijfel, zo aangevallen door de machten en de krachten van het ongeloof. Wel, Johannes is vanwege de waarheid in de boeien geslagen. Een waarheid die niet lijden kon. En die o zo scherp gesneden heeft, zelfs in koninklijk vlees. U kent de geschiedenis. Kanttekenaren verwijzen ook naar Matthäus 14 en Marcus 6, waar verteld wordt hoe dat Johannes in het openbaar de ongeoorloofde verhouding van Herodes Antipas met zijn schoonzuster Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, veroordeeld heeft. Zonder aanzien des persoons, onverschrokken, heeft hij het gezegd. Het is u niet geoorloofd haar te hebben. En mocht het dan waar zijn dat Herodes voor die tijd met een zekere genegenheid naar Johannes luisterde, maar als dan de waarheid op het scherpst van de snede aan zijn hart wordt gelegd en de rechten Gods als het ware worden gehandhaafd, ook door deze boetgezant, dan is het gedaan met de verdraagzaamheid van Herodes. Dan wordt Johannes in de boeien geslagen en hij wordt afgevoerd naar een van de cellen van het gevangeniscomplex in de burcht Magerus. En daar verdwijnt deze prediker in een donker en in een vunzig hol. En dat vanwege de waarheid. En uiteindelijk zal hij er ook de dood vinden. Dat moet wat geweest zijn, gemeente. Zomaar vanuit de volle bediening overgebracht naar een eenzame cel. Om daar te gaan beoefenen wat hij vanuit de liefde van zijn hart gepredikt heeft. In Enom, bij Salim. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Ja, dat kun je wel preken. En geloof maar, gemeente, dat het o zo oprecht gelegen heeft in het hart van Johannes. Toen en daar, in die ogenblikken. Toen zijn hart vervuld was met heilbespiegelingen. En hij het schoonste lied van zijn koning mocht zingen. En zijn discipelen er bevreesd over waren of het wel goed ging. Ze gaan hem alle na. O, toen heeft Johannes als de vriend van de bruidegom met innerlijke blijdschap vernomen dat er zielen naar de middelaar werden toegetrokken. En hij heeft het tegen zijn jongeren gezegd. Het gaat goed. Het gaat goed. Want hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat was oprecht. Dat lag o zo teer in zijn ziel. Maar nu moet hij het gaan inleveren. Hij moet terug. De wegbereider moet aan de kant. De koning komt en ja, dan gaat het voor Johannes alsmaar dieper. En uiteindelijk zit hij daar, gevangen. Vanwege de waarheid. Het valt niet mee, gemeente. Vooral niet als er gaandeweg een duisternis over zijn ziel begint te vallen. En waarom dan? En wat was de aanleiding dan wel? Kennelijk was het mogelijk voor Johannes om toch in zijn gevangenis wat contact met de buitenwereld te onderhouden. En hij hoort hoe dat Jezus zijn opgang maakt.
En dat Jezus opgang maakt, dat was de begeerte van zijn hart. Laat hem maar wassen, dan wil ik wel minder worden. Maar als hij dan vervolgens hoort hoe dat hij opgang maakt, dan begrijpt hij het niet meer. Dan overziet hij het niet meer. Dan beginnen er vragen te rijzen in zijn ziel. Want het is zo anders als dat hij zich had voorgesteld. En het lijkt aanvankelijk ook in het geheel niet overeen te komen met wat hij ervan gepredikt had. En gaandeweg beginnen de twijfels zijn ziel te vervullen. En gaandeweg begint de vraag te leven die hij uiteindelijk door zijn discipelen aan Jezus stellen laat. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Er zijn door de eeuwen heen al heel wat schriftverklaarders geweest, gemeenten die zich over dit alles gebogen hebben en die er ook eigenlijk geen raad mee wisten. Het is wel heel opmerkelijk dat zelfs mannen als Calvijn en Luther, die wij toch zeer hoog achten, en in navolging van Calvijn ook onze kanttekenaren, toch een heel andere gedachte hebben over deze vraag als dat wij nu vanavond u voorhouden. Want, zeggen zij, als Johannes straks twee van zijn discipelen naar de Heere Jezus zendt met die vraag: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Dan doet Johannes dat niet voor zichzelf, maar dan doet hij dat voor zijn discipelen. Onder de discipelen van Johannes leefde altijd nog een zekere terughoudendheid ten opzichte van Jezus. Maar Johannes wist dat zijn dagen geteld waren en hij zou zich zorgen hebben gemaakt over de toekomst van zijn jongeren als hij er niet meer zou zijn. Hoe zou het dan met hen gaan? En dan zendt hij zijn jongeren met die vraag naar de Heere Jezus in de hoop dat de Heere Jezus hen uitvoeriger zal onderwijzen, hun twijfel weg zal nemen en dat als hij er niet meer is, zijn discipelen bij het gevolg van de Heere Jezus zullen aansluiten. En toch, gemeente, met alle hoogachting voor onze vaderen, geloven we niet dat dit de zaak is waar het hier om gaat. Waarom niet? Wel, als het nu werkelijk om die twee discipelen zou zijn gegaan, als Johannes nu werkelijk voor ogen zou hebben gehad dat deze discipelen van hun twijfels en van hun terughoudendheid verlost moesten worden, zou de Heere Jezus dan het antwoord gegeven hebben zoals hij dat geeft? Want wat staat er dan? En we hopen daar zo dadelijk nog wat uitvoeriger op terug te komen. Maar dan klinkt de boodschap in vers 4: gaat heen en boodschapt Johannes. En uiteindelijk in het vervolg vanaf vers 7... dan ziet u dat de Heere Jezus ook nader op de persoon en de bediening van Johannes ingaat en daar zijn licht over werpt en overstaan van de scharen. Gemeente, het is wel degelijk Johannes zelf die hier gezift wordt als de tarwe. Hij die anderen de weg mocht wijzen, lijkt hier nu zelf het spoorbijster te zijn. Hij die als een licht heeft mogen schijnen en zijn licht vooruit heeft mogen werpen op de komende Christus, is hier in duisternis gehuld. En dat hoeft ons op zichzelf niet te verwonderen, geliefden. Zou Johannes daar te groot voor zijn? Om tijden van vertwijfeling, om tijden van aanvechting te kennen? Als we het leven van de Bijbelheiligen erop nagaan, dan zien we dat al Gods kinderen en knechten van alle tijden hun hoogten hebben gekend. Tijden dat ze als op de toppen van het geloof mochten wandelen en zich in de God huns heils mochten verblijden. Maar ook tijden dat ze zo benauwd, zo bestreden en zo aangevochten werden dat ze met een Job hebben moeten uitroepen: ga ik voorwaarts, ik zie je niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Leest u alleen de psalmen er maar op na. Hoe lang zult gij mij steeds vergeten? Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht.
hebben Psalm 77 gezongen. Daar blikken we Asaf in het hart. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. Gelooft u niet met mij, gemeente, dat Johannes dit vanuit de bevinding van zijn leven, hier en daar, in die vunzige cel van de burcht Magirus, dit zou hebben kunnen meezingen? Verderop in dit hoofdstuk dan legt de Heer Jezus het verband tussen de doper en Elia. En dat verband was al gelegd in de schaduw van het reukofferaltaar. Hij zal voor hem, voor Christus, heen gaan in de geest en in de kracht van Elia. En daarom wordt Johannes ook wel de nieuwtestamentische Elia genoemd. Maar hoe was het met zijn oudtestamentische voorbeeld? Het ene ogenblik zien we hem op de hoogten van de Karmel staan, in de betoning des geestes en der kracht. Dan strijdt hij de zaak des Heren, dan doodt hij de priesters van Baal, dan gaat hij uit voor de strijdwagen van Agab, dan is hij in God verblijd, dan staat hij daar manmoedig, onbewogen, als een rots in de branding. En het volgende ogenblik, dan ligt diezelfde Elia onder de jeneverstruik en hij zegt, Heere, neem mijn ziel maar van, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dan ziet hij het niet meer, dan weet hij het niet meer, dan kan hij het niet meer en dan durft hij niet meer. Zou Johannes daar te groot voor zijn? Ja, een grote in het koninkrijk der hemelen, maar hier dan toch, ondanks alle genade, een riet. Als van de wind ginds en weder bewogen. Matthew Henry zegt in zijn verklaring, het nog overgebleven ongeloof der godvruchtigen kan soms in de uren der verzoeking de wortel aantasten en aan de meest fundamentele waarheden doen twijfelen die eerst zo wel bevestigd leken. Want dat is waar het over gaat, gemeente. Als we deze prediker in onze gedachten zien staan aan de boorden van de Jordaan bij Betabara en we zien hem daar staan met die uitgestoken vinger, zie het Lam Gods. Als we hem daar zouden hebben aangesproken en hebben gevraagd, Johannes, u weet het toch wel zeker? O, dan zou hij gezegd hebben, zo zeker als ik hier sta, maar hij is degene die komen zou. Dat is het Lam Gods en naar hem strekt zich al mijn lust en liefde heen. Maar als we er nu eens bij zouden gaan zitten, dan zien we een zwijgende Johannes die zegt, ik weet het niet meer en ik zie het niet meer. U zegt, maar waarom is Johannes dan zo gaan twijfelen aan de persoon van Christus? Nou, dat brengt ons meteen bij het tweede, als we letten op de vraag vanuit die strijd. Want we lezen in ons tekstgedeelte en Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus. Daar loopt het over. Johannes heeft dingen gehoord over hoe Jezus zich heeft aangediend onder het volk. En hij is dat gaan vergelijken met wat hij van Jezus geloofd en van Jezus gepredikt heeft. En het eerste wat ons dan opvalt is dat hij twee van zijn discipelen tot Jezus zendt. Een van de verklaarders wijst erop dat daar in de grond van de zaak het begin van de victorie, van het geloof over het ongeloof en van de genade over de aanvallen van de vorst der duisternis naar voren komt. Want gemeente, u kunt zich wel voorstellen dat de hel gejuicht heeft, dat Satan de vlag al gehesen heeft. Juist een man als Johannes, zo vertwijfeld. Als dat toch eens waar zou worden en als dat toch eens uit zou breiden. Johannes vertwijfelt en dan zijn discipelen vertwijfelt en vanuit de discipelen de anderen vertwijfelt. Dan zou hij de opgang van Jezus hebben kunnen tegenwerken en zo mogelijk kunnen verhinderen. Maar weet u wat Johannes doet? Al is er nog zoveel wat hij niet begrijpt.
En al is er nog zoveel wat hij niet op zijn plek brengen kan, hij zendt tot Jezus. En hij werpt het anker van zijn hoop uit, waar het ooit zo vast gelegen heeft, in hem, die hij toch gezien heeft en in wien hij toch geloofd heeft. En als Johannes dan zichzelf niet meer verklaren kan, dan is er een uitzien in zijn hart dat Christus het zelf maar verklaren gaat, hoe het dan ook vallen zal. Maar hij zendt tot Jezus. Wonderlijk eigenlijk. Vanzelf, in eigen persoon kon hij niet gaan. Hij zat gevangen. En of die twee discipelen hebben verstaan waar de strijd over liep, en of ze het vanuit hun eigen hart en leven hebben aangevoeld, dat weet ik niet. Misschien zijn ze alleen maar overbrengers van de boodschap geweest, van Johannes naar Jezus en van Jezus naar Johannes. En toch ligt er iets schoons in. Wat is het onuitsprekelijk groot als er lastdragers zijn onder degenen die de Heere vrezen. Als ook daarin iets van de gemeenschap der heiligen openbaar mag komen. Ja, zegt u, maar dat is nogal hoog. Gemeenschap der heiligen. Laat ik het dan anders zeggen. Dat er een gemeenschap van tobbers mag zijn. Waar de ene tobber de nood van de andere tobber voor het aangezicht des Heren brengen mag. Wat een groot goed. Als we zo lastdragers mogen zijn en elkanders lasten mogen dragen, elkanders strijd voor Gods aangezicht mogen brengen en zo de wet van Christus mogen vervullen. Kennelijk doet Johannes er ook geen moeite voor om zijn stand op te houden voor zijn jongeren. Ze hebben hem gezien in de kracht van zijn bediening. Ze hebben hem gezien op de hoogten van het geloof. Maar hij toont hen nu ook zijn zwakheid. Ze zien dit riet als door de wind ginds en weder bewogen worden. En ze brengen zijn nood bij Jezus. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? In de stilte van de gevangenis, we zeiden het al een en andermaal, is Johannes het gaan vergelijken. Wat hij gepredikt heeft, wat hij geloofd heeft en wat hij hoort. En in plaats dat het een op het ander aansluit, in plaats dat Jezus aansluit op de bediening van zijn wegbereider, lijkt het een totaal andere kant op te gaan. Want hoe heeft Johannes hem gepredikt? U kunt uw Bijbel erop naslaan in Lucas 3 en Matthäus 3. Daar lezen we een heldere doorsnede van de prediking en de bediening van Johannes. Een prediking die er niet om loog. Die sloeg als de donder. Die sneed als een mes als het ging om de eisen van Gods recht en gerechtigheid. Het was de prediking van de bijl en het was de prediking van de schuur of van het vuur. Het was de prediking van gerechtigheid en van gerecht. In de geest en in de kracht van Elia. En ja, hij heeft ook Christus mogen prediken. Maar hoe? Als degene die komen zou met de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te doorzuiveren. Als degene die dopen zou met de Heilige Geest en met vuur. Johannes, hij had van meet af aan de wan verwacht. Hij had van meet af aan het vuur verwacht. Johannes wordt wel de grenswachter genoemd tussen de oude bedeling en de nieuwe bedeling. Oude Testament, Nieuwe Testament. En evenals de oud-testamentische profeten heeft bij Johannes sterk het gericht op de voorgrond gestaan. De Messias die komen zou, die vrijmaken zou, die richten zou, die in gerechtigheid handelen zou. En wat onder de oud-testamentische profeten ook nog wel eens gebeurde was, dat de eerste en de tweede komst van de Messias in elkaar leken over te vloeien. U ziet dat bijvoorbeeld ook in Maleachi 4 en op andere plaatsen. Dan zijn er allerlei elementen die als het ware door elkaar heen lijken te lopen. De richtende Christus, de verlossende Christus, de voleinding.
Gods toren over de goddeloze, die dag komt brandende als een oven. Men noemt dat wel het profetisch perspectief en laat ik het met een voorbeeld voor onze kinderen duidelijk maken, maar als je aan het begin van een lange laan met bomen staat en je kijkt die laan in, hoe verder je kijkt, hoe meer het lijkt of die bomen tegen elkaar aanstaan. Het lijkt in elkaar over te vloeien, alsof het één aan één gesloten haag is. Terwijl als je die laan inloopt, dan kom je er wel achter dat tussen elk van die bomen toch de nodige afstand is. Wel nu, zo was het ook onder de profeten. Ze zagen ver in de toekomst, de komst van Christus, maar het onderscheid tussen zijn eerste komst en zijn tweede komst was lang niet altijd helder. Johannes had vooral de richtende Christus in het oog. Zeker, hij heeft ook over het lam gesproken. Maar de wan, het vuur en de bijl voerden toch de boventoon in zijn prediking. Maar wat gebeurt er? De berichten komen binnen. Het optreden van de Heere Jezus wordt hem verhaald. En wat hoort hij? Een Christus die goeddoende door het land gaat, die mensen geneest, die wonderen doet, die als een vriend van tollenaren en zondaren zich onder het volk begeeft. En Johannes begint bij zichzelf te denken, maar waar is de wan? En waar is het vuur? Het is alles zo liefelijk, en waar is het gericht? Johannes begrijpt het niet meer, gemeente. In plaats dat Christus zich aansluit bij de prediking van zijn wegbereider, lijkt hij een andere gang te gaan. En het licht dat Johannes meende te hebben over de persoon en het werk van Christus begint hoe langer hoe meer in duisternis te veranderen. En de vraag die uit zijn hart opwelt is: bent u het wel? Of verwachten we een ander? En als dat laatste waar is, dan heb ik me met alles vergist. Gemeente, Johannes' aanvechting is Gods oprechte kinderen niet vreemd. Een van de verklaarders zegt het heel treffend: wie nooit heeft getwijfeld, heeft nooit geloofd. Nee, daarmee breken we geen lans voor het ongeloof, gemeent. Daarmee spreken we het ongeloof dat God verdacht houdt in zijn liefde, trouw en macht niet goed. Want ongeloof is een grote zonde, waar Gods kinderen bij tijden hete tranen over kunnen wenen en ze het voor God moeten uitroepen met een Asaf: ik heb Gods waarheid niet geloofd. Dat is nooit iets waar Gods kinderen licht over denken, maar dat betekent niet dat ze niet gevangen kunnen liggen in de duistere diepten van ongeloof en van vertwijfeling, waar alle gronden waar ze op gehoopt hadden en waar ze hun hoop aan gehecht hadden, één voor één hen uit handen geslagen lijken te worden. Laat ik het zomaar eens wat uitwerken, gemeente. Kijk, als de Heere in het leven komt en een zondaar onder de eerste aanslag van de genade ligt en de Heere een zoete tijd geeft waarin hij de ziel door de liefde als het ware overhaalt uit het ene leven zonder God en zonder Christus en gaat overbrengen naar dat andere leven, dan kunnen er tijden zijn dat ze dronken zijn van de goedheid Gods en van de beminnelijkheid Gods en van de liefelijkheid van God. En dan kun je in de kerk wel eens een woord horen tot troost en je zingt een psalm tot bemoediging en je krijgt in het gebed een opening naar boven en je meent dat het in die weg van stap tot stap voort zal gaan. En dan ineens, dan komt er een tijd, dan gaat de Heere dat eerste licht wat inhouden. Dan gaat hij dat eerste leven wegnemen.
dan breken er tijden aan dat de toegang tot de troon der genade gesloten lijkt, het woord zijn kracht niet meer doet. En gemeente, ware het nu maar dat het daarbij blijft, dan zou het nog wel te doen zijn. Hoe aangrijpend ook, hoe arm ook, hoe ellendig ook. Maar als dan in die tijd de ontdekkende bearbeiding van Gods geest doorgaat en God door de eisen van zijn wet en recht gaat afsteken naar de diepten van ons bestaan en de fonteinen in ons leven opengelegd gaan worden en de goddeloosheid gaat bruisen in ons hart, dan kan zo'n mens verbijsterd raken. Als dan de zoetheid wijkt en de bitterheid van de zonde in ons hart oprijst en we in de bevinding van ons leven moeten gaan leren, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont en je bij ogenblikken nergens zo bevreesd voor bent als dat je nog eens in de zonde en in de goddeloosheid uitbreekt, dan zeg je wel eens, Heere, is dit het wel? Is nu alles wat daar gebeurd is in die eerste tijd wel waar geweest? Als uw werk nu in mijn leven zou hebben gelegen, Heere, had dit er dan wel van kunnen komen? Kan dit met genade gepaard gaan? Of, als Christus in de nood van je leven is gaan oplichten, in de belofte van het evangelie,